Hoe moet je je gedragen op een begrafenis? Hier 13 tips. Eet niet tijdens de dienst. En ook niet vloggen. Hallo mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag is het een wat zieligere dag. Mijn oma helaas is overleden. En dan gaan we nu luisteren naar een van de favoriete liedjes van Ellie. Dubbelcheck de playlist. Wees niet te persoonlijk. Nou ja, toen in de derde klas van de middelbare school heb ik Ellie gevingerd. Ja, toen was de beer los. Deel geen voetbaluitslagen. Is er iemand die nog iets zou willen zeggen? Ik zie net dat Feyenoord met 2-0 voor staat. Jurgensen, 76e minuut. Boeketten gooien op een bruiloft. Oké, 3, 2, 1. Zorg dat de kistdragers even lang zijn. Pak één plakje cake. Nou, is niet alleen voor mij hoor. Voel de situatie aan. Gecondoleerd met Connie. Ellie. Ellie. Ja, zeker. Hey, ga jij hierna nog wat leuks? Het is mijn moeder. Ja, is dat een nee? Gecondoleerd. Verkoop geen cd's na de begrafenis. Koop het even, ze zijn mijn beste optredens, hè? Wil je een mok? Wil je een mok? Geef die jongen een mok. Hou het klein. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le mal qu'on m'a fait. Ni le bien, tout ça m'est bien égal. Nogmaals, voel de situatie aan. Hey, en morgen dan nog? Wat leuks, wel lekker wat drinken. En last but not least, gooi alleen bloemen op de kist. En zacht. En anders volgende week, als dit allemaal een beetje lekker wil drinken.